Het lijkt me duidelijk, jullie hebben gekozen. En het is, ik ben daar heel erg blij om, de LaFerrari geworden. Een auto van, hoeveel is die waard? Als je hem nu zou moeten kopen, 2,5, 3 miljoen. Ja, en dat is zonder? Zonder belasting, zonder, dat komt er allemaal nog bij hier in het mooie Nederland. Maar dankjewel hiervoor, alvast op voorhand. Holy shit. Luister, we gaan vaak episch en we gaan vaak keihard. Maar dit? Dit is next level. Dit is buitenaards. Job, hoeveel eigen risico zit erop als we een plat rijden? Ik heb iets moeten overmaken. 100.000 euro, toch? 100.000 euro. Ja. Dus mijn hart zit zowel van opwinding als van spanning hier. Maar mooi rood is niet lelijk. Dit is het, jongens. Hyper, hyper, hyper. Dit. Ja. En van die 100.000 euro heb ik precies 0 euro ingelegd. Nee, ik mag niet eens rijden. Daar ben ik heel eerlijk in. Het kan niet eens. Omdat wat dus blijkt als je zo'n auto wil rijden, dan moet je dus al heel veel ervaring hebben, ook in het rijden van deze auto's. En je moet niet filmpjes maken waarin je ook zegt dat je eigenlijk niet kan rijden. Dat is niet een hele goeie. Ik heb net iets te vaak gezegd dat je mij niet in dit soort dingen moet laten rijden, want dat gaat fout. Dus het bijt me een beetje, maar ik ben blij dat ik erbij mag zitten, dat ik er gewoon in mag zitten en het mag voelen. Maar Job, ja, jij gaat eerst. Ja, hyper, hyper. Jij gaat eerst. Ga je eerst meerijden? Ik ga eerst in de passagiersstoel, denk ik. Ja. Even voelen, ervaren wat die kan. Maar hier gaat mijn bloed sneller van stromen. Okay. Dus ik heb echt, jongens, ik ben denk ik in tijden niet zo zenuwachtig geweest als nu. Oh, jongens toch. Ja. Ja, prachtig. Herkenbaar Ferrari. Mooi. Bij mij staat hier 458 Spider. LaFerrari. Carbon. Heerlijk. V12 achter je oor. Jezus. Ja, het is net of er een achterraam open staat al met die V12 die je hoort. Samen met het suizen en het sissen van de hybride systemen. Hou hem heel, jongens, daar begint hij mee. Hou hem heel. Jezus Christus, man. Mijn hart klopt in mijn keel. Ondertussen komt hier wat jongetjes kijken. Mijn eerste meters in een LaFerrari. Het is vooral ook het weten dat dit gewoon historie is, nu al. Terwijl het zelfs nog toekomstmuziek is. Wat het een beetje spannend maakt. Maar daarmee wel gaaf. Hallo, dank u, dank u. Woe! Ik rijd in een LaFerrari. Jazeker wel. Gewoon omdat het kan. V12 is wel echt lekker, moet ik zeggen, hoor. Ik vind mijn V8 en mijn 458 heerlijk klinken, maar dit heeft iets meer ballen. Het is dieper, het is rauwer. Ik moet zeggen, ik merk de elektropower met de benzinemotor. Is veel soepeler dan in mijn Panamera. Bij mijn Panamera merk ik echt elektromotor eerst dan benzinemotor. Maar bij deze heb ik meer het idee, het is echt de benzinemotor die alles doet. En de elektromotor helpt alleen als het nodig is. Dus het voelt voor nu nog heel lekker en gewoon zoals het hoort aan. Ik denk wel echt dat het Ferrari bloed is ook bij mij, wat het zo lekker maakt dit. Zo lekker voorspelbaar. En ja, niet eens voorspelbaar, maar het is gewoon zoals je het verwacht. En het is al buitenaards een beetje dit.
Maar het zit lekker, het voelt lekker, het voelt vertrouwd. Ik wil hiermee op vakantie gewoon met deze hypercar, nu al. Oh. Het is een V12 die 9000 toeren draait, meer dan 9000 toeren. 963 pk op een setje achterwielen. Dat is vragen om een brede klimlach en soms ook vragen om problemen. We gaan wisselen, denkt hij zelf. Ik denk van niet, want ik rijd in een hypercar en ik ben hier niet uit te slaan. Jay, kan je heel even een beetje naar rechts? Beetje naar rechts? Ja, ja, dankjewel. Dag! Dag! Ah, die moet je leren kennen deze, ja. Oh, maar het werkt heerlijk samen, hoor. Want je merkt vrij weinig van die elektro, hè? En maatje? Jezus Christus. Ja, ik heb zo pijn aan mijn kaken. Van lachen. Dit is zo leuk, Jay. Maar hoeveel anders is dit dan een supercar? Dit is hypercar. Elke auto, of niet elke auto, maar we hebben heel veel auto's gereden. Die zijn te temmen, die zijn voorspelbaar. Deze is ook voorspelbaar, maar deze pak je echt bij je ballen. Deze is zo snel dat je denkt, nee, ik durf eigenlijk niet, maar ik doe het toch. Maar ik durf eigenlijk niet en daar krijg je een kick van. En die kick, dat maakt mij hyper. Oké, wisselen. Hyper. Wisselen. Ik wens jou veel plezier. Ik heb er ook zin en in. En succes. Oh. Zo leuk. Kijk, ik mag dan zelf niet rijden. Wat natuurlijk kut is, laten we dat even voorop stellen. En degene die ons rijdt mag ook niet in beeld. Ook logisch. Ja. Ik mag plaatsnemen in deze auto die meer geld kost dan waarschijnlijk mijn toekomstige villa die ik ooit ga kopen. Fucking God. Oh shit. Ja! Ja! Oh wow. Oh! Ja! Ja, 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 ja. Oh. Oh. Wow! En scherp in de rem. Ja. Wow. Wat heb jij dit ding fantastisch goed onder controle? Heerlijk. Nieuwe onderbroek, denk ik. Gast. Het is lijp. Maar ik had gewoon het gevoel dat ik aan het zweven was. Ik had niet het gevoel dat het ooit ook maar een seconde uit de hand zou kunnen gaan lopen. Absurd, hè? Die G-kracht aan de zijkant. Niet normaal. En je reed gewoon volle wielspin weg, hè? Ja. Volle bak gewoon. Ja. Ik zo. Ik schrok er gewoon van. Ik krijg in ieder geval mijn ton terug. Jij krijgt je ton terug. Hey, luister, ik wil even dat je alleen al die ton gewoon er zo in gooit. Dat ja, is uniek. Maar deze ervaring krijg je ook maar één keer. Wat hebben we mooie ervaringen zo, hè? En we beginnen pas weer. We zijn pas weer net begonnen. We zijn pas weer net begonnen. Het kan niet gekker dan dit. Maar het gaat nog gekker worden, let maar op. Wolf Exclusive, dankjewel.
unieke ervaring, nooit meer te vergeten. Nee. Mijn auto's gaan er ook naar, de verzekering. Shout-out naar Wolf Exclusive, echt waar. Gewoon alleen omdat ze het mogelijk kunnen maken. Dit krijgt niemand voor elkaar en wij wel. En daarom doen we dit ook op day one. Jongens, vergeet ons niet even te volgen op Instagram. @LaFuente, @JJBosker. Dit inspireert mij gewoon. Ik ga nog harder werken vanaf nu. Ja. Nog harder. Ik ook. Ik wil dit ook. Ik wil dit ook. Godverdomme. Ik wil dit ook. Ik ga werken, jongens. Ja, ik ga werken. Jongens! Vergeet niet even te abonneren. Laat even een blauw duimpje omhoog. Laat even in de comments weten wat je hiervan vond. We doen ons best. Dus abonneer even. Ga naar www.dayonelifestyle.com of .nl. Dan kan je nog veel meer vette items vinden. Ook voor in de auto. We hebben tegenwoordig echt van alles als je gaat checken. En ik ga gewoon nog heel even zitten hier in de zon. En ik ben oprecht even super gelukkig.